Hoi allemaal, het is alweer even geleden dat ik een favoriete video opnam. En met een reden, want ik merk dat ik toch met die kleine niet heel veel meer toekom aan experimenteren met producten. En je moet er ook even de tijd voor maken. Dus ik doe wel natuurlijk regelmatig een eerste indruk video. En ik zit nu te denken dat ik daar ongetwijfeld een product uit mis. Maar het is niet zo dat ik nog echt ontzettend veel experimenteer met gezichtscreme, shampoo, make-up, überhaupt zeg maar beauty dingen. Ik blijf toch redelijk bij wat ik heb en af en toe komt er eens iets nieuws bij en gaat er iets ouds weg. Maar ik heb gewoon heel veel all-time faves. Ik kan ze een keer laten zien. Je hebt ze al 100 keer voorbij zien komen, maar misschien vind je het leuk om er een keer een video van te zien. Laat dan vooral eventjes weten en dan kan ik dat misschien gaan doen. Maar voor nu wel een aantal favorieten. En volgens mij is er vorige maand geen video favorieten geweest. Misschien die maand daarvoor zelfs ook niet. Dit is gewoon de favoriete van de afgelopen tijd. Eén gouden ouwe. Favoriet die ik eerder bij een eerste indruk een beetje moi vond. Maar goed, laten we maar gewoon gaan beginnen met mijn twee nieuwe favorieten. Als eerste deze shampoo. Dit is de Undone by the Insiders Walk on the Beach Seaweed Shampoo. En ik ga altijd naar The Graduates. Dat is de kapsalon zeg maar, waar dit bij hoort. Dit is van Bee Academy. En die hebben de Insiders. En dit is een hele lijn. En ik vind dit een hele fijne lijn sowieso. Ze doen het altijd bij de kapper, gebruiken ze het op me. Maar deze heb ik nu ook aangeschaft de laatste keer dat ik bij de kapper was. Dat was trouwens bij Salon B, want Salon B. Want die hebben we tegenwoordig ook in Utrecht. Maar ik vind hem heel erg fijn en ik vond hem al fijn. Alleen ik had hem nog nooit zeg maar, in huis gehaald. En ik heb natuurlijk altijd mijn lievelingsshampoo gehad van John Frieda. De blond voor blond haar en dan de volume variant. Die bestaat niet meer, wat ik heel irritant vind. Dat ik de andere toch net iets minder vind. Dus dan kan ik best een keer een uitstapje maken naar iets anders. Dit is een shampoo. Ik zit me trouwens nu te bedenken, heb ik hem niet al een keer laten zien. Maar dit is een shampoo die dus je haar wel heel licht houdt. Maar ook een beetje stugger maakt. Dus het is echt, het is niet alsof je in de zee hebt gezwommen. Maar het is wel een beetje dat effect. Dus dat je niet, het is gewoon net iets makkelijker werkbaar. Dus het wordt luchtig en een beetje, beachy is een groot woord. Maar het heeft wel, het wordt niet te glad. En ik heb van mezelf heel glad haar. En als ik dan ook nog allemaal gladmakende dingen erin doe, dan is het echt, ik hou natuurlijk heel erg van dat dit zeg maar, dat je gewoon lekker rommelig en zo. En dat krijg ik niet voor elkaar als ik een hele mooie gladmakende glansshampoo ga gebruiken. Dus ik vind deze heel erg fijn. Ik vind het pompsysteem ook fijn. Wat ik meestal doe is ik was mijn haar met een andere shampoo als eerste. Omdat ik natuurlijk heel veel droog shampoo en volumepoeder en zo gebruik. En ik had het lekker om dat eerst even goed eruit te wassen. En dan was ik daarna met deze shampoo. Dus dan heb ik ook niet heel veel van nodig. Want dat is natuurlijk wel wat duurder dan een normale shampoo. Maar ja, ik kan hier echt heel lang mee doen. Dat weet ik nu al. Er zit ook best wel veel in trouwens. Het zit 250 ml in. Dus het is prima. Dan de andere nieuwe aanwinst. Ik heb hem nog niet heel lang. Maar dit vond ik een redelijk briljant plan van mezelf. Ik ga binnenkort op vakantie. En of misschien ben ik al op vakantie als jullie dit zien. Want ik weet niet precies wanneer het allemaal live komt. Ik ben natuurlijk vooruit aan het werken. Dan zit ik altijd enorm te twijfelen over welk palet neem ik mee. En ik heb natuurlijk best wel veel leuke reispaletjes. Maar dan wordt uiteindelijk de stapel die ik meeneem nog best wel groot. De uitdaging voor mezelf voor dit jaar. Ik weet nog niet of het gaat lukken. Maar ik had bedacht. Het is toch wel heel handig als ik één palet meeneem. Waar ik de meeste van mijn producten gewoon in heb zitten. Zodat ik iets compacter pak qua make-up. En ik ben een beauty meisje. Dus ik neem gewoon graag producten mee. Mijn toilettas met cremmetjes en iets zit ook redelijk vol. Maar ik dacht, die make-up moet minder kunnen. Want ik bedoel, in feite, hoeveel heb je het op? 'S Avonds, hè, als je uit eten gaat en zo. Maar niet, ik ga niet full glam. Ik loop sowieso nooit full glam. Maar ik ga ook niet helemaal opgemaakt naar het zwembad. Dus
dacht, we moeten saneren. Dus ik heb dit bedacht. Wat een spanning opbouw. Dit is het hashtag Pro Artist Professional Londen palet. Maar dit was gewoon leeg. En daar heb ik dan zelf oogschaduw in gedaan en blush en alles. En ik laat het ook helemaal zien in mijn vlog. Wanneer komt die online? Weet ik niet. In deze dagen denk ik dat die online komt. Afgelopen zondag of die zondag erop, denk ik. Maar dit is volgens mij, als ik het goed heb begrepen, het goedkopere zusje van Makeup Revolution. Nou is Makeup Revolution al heel goedkoop. Maar ik geloof dat dit palet was een paar euro. En dan die oogschaduws zijn ergens tussen de 1,50 en 2,50. En de blush en zo. Dus ik heb twee blushes. Een koele blush, dat is blush nummer 1, heet die, spectaculair. En een wat warmere, meer persic blush. En dit is blush nummer 3. Dan heb ik een highlighter. Is wel heel lastig, want ik bestel het dus online. En dat is maar een vraag of het allemaal is zoals je wil. Dit is nummertje 01 ook. En dan heb ik twee contourkleuren. En dat is nummertje 4. Nummertje 4, dat is deze. Iets gelere ondertoon, zeg maar, iets assiger. En dan heb ik deze met een iets rozere ondertoon. En dit is nummertje 02. En dan heb ik nog een aantal oogschaduwkleuren. En wat ik bij oogschaduw altijd heel belangrijk vind in een palet. Oh, dat was allemaal licht van de spiegel van mijn palet. Is een matte kleur voor in mijn arcadeboog. Een highlighterkleur voor mijn binnenste ooghoek en onder mijn wenkbrauw. En dan nog een beetje variatie, zeg maar. Dus dat heb ik gedaan. Dit is de highlighter geworden. Dit is de eyeshadow shimmer 01. Dat vind ik heel lastig te zien hoor. En de eyeshadow matte 08. Dit is dus die crease kleur die ik heb gedaan. Dan heb ik even kijken. Eyeshadow shimmer 02. Dat is deze kleur. En die doe ik dan op mijn bewegend ooglid. Of deze. Dit is de shimmer 09. En dan als laatste de color 06. Die is iets minder shimmer dan die andere. En ik kan even laten zien. Eventjes zeg maar twee van de kleuren qua pigment. En dat is dus echt prima. Zoals je kunt zien. Dus ja, ik ben hier eigenlijk best wel blij mee. Ik heb nu een wat koelere look gedaan. Dus ik heb alleen maar producten uit dit palet gebruikt. En ik heb mijn basispoeder gebruikt van Hourglass. Wenkbrauwpotlood, Labello, nou niet Labello, Babylips. Heet dat zo? Ik weet het niet meer. Dus mijn Hourglass poeder. Wat heb ik op mijn gezicht? Oh ja, de Ethos CC Cream. En dan dus poeder en dan concealer wenkbrauw. En verder alleen maar dit palet. En gisteren had ik een warmere look, die zie je ook wel in mijn vlog. En ik ben er eigenlijk wel over te spreken. Het is niet de beste oogschaduw aller tijden. Het is niet de beste blush aller tijden. Maar it serves the purpose. Dus ik kan dus nu gewoon deze kleuren meenemen op vakantie. En dan ben ik in principe compleet. Ik zeg in principe, want ik weet zeker dat ik nog wel sowieso wat extra blush mee ga nemen. Want dit zijn matte blushes. En ik vind het wel leuk om ook wat meer glans mee te nemen. Ik kan natuurlijk ook mixen met de highlighter. Maar de highlighter is redelijk cool. Dus ik dacht ik het ook wel mooi een beetje om een blush mee te nemen met een warme glans erin. En ik hou sowieso erg van blush. Blush is denk ik een van mijn favoriete producten. Dus ik denk dat ik die meeneem. En wat ik denk ik ook nog meeneem is deze. Die heb ik weer herontdekt in mijn stash. En dit is de MAC Groundwork Pro Long Wear Paint Pot. En dit is dus zo'n potje. Je denkt, heeft ze dit ooit gebruikt? Maar dit gebruikt dus heel veel. Alleen, het is echt, je kan hier eindeloos mee doen. En dit is dus een soort, het is een crème. En zoals je ziet is die vrij donker. En wat ik dan doe, is ik breng gewoon een veeg aan. Weer dicht doen. Een veeg aan op mijn bewegend ooglid. En dan blend ik dat gewoon een beetje uit. En dan zie je dat gewoon een hele mooie, niet helemaal matte. Het is een klein beetje glans, maar de glans is echt heel niet noemenswaardig. Meer glans van crème glans, zeg maar. Maar het droogt wel gewoon heel goed op. En dat doe ik dan als een kleurtje gewoon over mijn hele bewegend ooglid en in mijn arcadeboog. Werkt super snel en simpel. Maar het geeft je wel net even het gevoel alsof je moeite hebt gedaan voor je make-up. Vind ik heel erg fijn. Ik heb hem echt weer helemaal herontdekt. Ik gebruik hem,
Ik heb denk ik van de, wat zijn het deze maand, 31 dagen deze maand, heb ik hem er denk ik 20, 25 keer zeg maar gedragen. Dus dat says enough. Vind het heel fijn. En ik zit eigenlijk te denken van, die paintpots zijn eigenlijk wel, ik had natuurlijk eigenlijk MAC afgezworen. Deze had ik al, dus dit is niet, ik kreeg er trouwens allemaal reacties op. Ik heb op een gegeven moment een keer in een filmpje gezegd dat ik op Facebook een foto zag van MAC en hoe ze dan testen op katten. En dat ik het niet aankon en dat ik eigenlijk liefst helemaal dierproefvrij zou willen. Maar nou, dat is een ander stadium, maar dat ik eigenlijk had besloten gewoon niks meer van MAC te kopen. Omdat ik het echt heel verschrikkelijk vind wat ze met dieren doen. Als je die foto niet hebt gezien, ja, ik zou het ook vooral niet gaan kijken, want het is echt niet leuk. Maar ik had gezegd, ik ga niet mijn MAC-producten weggooien, want dat vind ik, dan is het helemaal voor niks geweest, om het zo maar te zeggen. En ik kreeg reacties eronder, en dat snap ik ook. Maar de reacties waren van, ja, maar dit was in China en dat doen ze niet, dat mag MAC in Europa niet doen. Maar dat maakt me dan niet uit. Ik bedoel, als je het als bedrijf doet, doe je het als bedrijf. En het maakt me niet uit of je het dan, omdat het hier nou niet mag, dat, hè, wat ze deden met katten, dat mag hier niet. With a reason, denk ik dan, hè. Maar je doet het in China wel, want daar mag het wel. Ja, dan, dat gaat dan voor mij niet helemaal op, zeg maar. Dus vandaar dat ik het gewoon niet meer, ik koop niks meer van MAC. Maar dan heb ik dus weer zo'n potje en denk ik, oh, het is wel heel fijn. Maar ik ga het niet doen. Dus, ander product. Dit is, deze heb je een keer voorbij zien komen. In een eerste indruk denk ik dat het was. Niet zozeer van dit product, maar dan had ik deze ook. Dit is de Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara. En je hebt volgens mij meerdere kleurtjes van, maar dit is degene met mintgroen. En ik vond hem wel oké. Niet heel spectaculair. Ik had hem, zeg maar, na de verhalen had ik hem beter verwacht. Maar ik gebruik hem nu een tijdje. En daarbij moet ik wel zeggen, ik ben sowieso niet zo van de normale borsteltjes. Ik ben meer van siliconenborstels. Maar ik vind hem nu toch wel fijn. En ik denk dat het komt omdat hij iets meer ingedroogd is. Dus dat je iets sneller het effect bereikt wat je wil. Dus ik kan me wel voorstellen voor mensen die wel van dit soort borsteltjes houden, dat het eigenlijk een hele fijne mascara is. Maar je moet wel even doorheen. Dus het heeft bij mij even wat tijd gekost voordat ik hem fijn vond. Dat heb ik met wel meer mascara's. Soms zijn ze gewoon te waterig. Anders zijn ze droog. Dat werkt ook niet. Maar daar ergens tussenin is het ultiem. En dat is deze nu. Dus ik gebruik hem nu dagelijks. Ik heb hem nu ook gewoon even laten zien. Dus kijk, je hebt gewoon heel veel volume en separatie. Dus op zich een hele fijne mascara. Alleen, ja, moet je even geduld hebben. En je moet van dit soort borsteltjes houden. Want ik zou hem gewoon om die reden niet zo snel nog een keer kopen. Gewoon puur omdat ik dit soort borsteltjes niet zo fijn vind. Maar goed, als je er wel van houdt, dan is het een hele fijne. En dat was het ook meteen. Dat waren mijn favorieten. Maar ik denk dat ik er eentje vergeten ben. Ik weet niet meer wat het was. Iets in mijn eerste indruk. Ik heb de laatste tijd wel een aantal eerste indrukken opgenomen. En het zal de vraag als in de favorieten komen. Want maar ik heb volgens mij, ik kan me herinneren dat ik erbij, maar dat is dan niet in augustus geweest, maar in juli. Volgens mij dat ik een eerste indruk video had en dat ik zei, deze komt sowieso terug in mijn favorieten. But I'm blank. Dat heb je wel eens. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Mocht je dat vinden, doe dan vooral een duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal, dat zou ik super leuk vinden. Dat kan door hier op mijn gezicht te klikken. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag heel snel weer. Doeg!